Natuurpark De Loonse en Drunense Duinen heeft vanmiddag een grote brand gewoed. De brand heeft een gebied ter grootte van 50 hectare verwoest, zeg maar zo'n 100 voetbalvelden. De brand ontstond aan de noordkant van de duinen, bij Drunen, en breidde zich later uit naar het midden van het natuurgebied. De grote rookwolken waren in de wijde omgeving te zien en te ruiken. Vanwege de droogte in de natuur zette de brandweer veel bluswagens in. Ja, en in Drunen, aan de rand van die Loonse en Drunense Duinen, daar is onze verslaggever Fred Meeuwsen. Ja, Fred, hoe is de situatie nu? Is het allemaal onder controle, allemaal klaar? Nou ja, ik kreeg net te horen dat de brand uit zou zijn. Wat ik in ieder geval zeker weet is dat rond 5 uur de brand onder controle was. Betekent dat hij toen nog niet helemaal geblust was, want zo'n brand verspreidt zich vooral ondergronds nog. Dus de brandweer moet daar heel alert op zijn en blijven blussen in feite. Hoe anders was het vanmiddag, hè? Toen ik hier rond 1:00 of 4 naartoe reed, zag ik al vanaf de A59 ter hoogte van Waalwijk enorme rookwolken. En toen ik hier ter plekke kwam, enorm veel brandweerwagens. Ik had begrepen dat er zo'n 16 brandweerkorpsen waren opgeroepen. Grote alarm dus. Dat had ook te maken omdat er 4 woningen in dit gebied staan. Maar die hebben uiteindelijk geen enkele schade opgelopen. En het laatste nieuws dus, de brand zou uit zijn. Ja, over schade gesproken, is er al iets te zeggen wat de schade voor de natuur is? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Zeker nu, hè, nu het net gebeurd is. 50 hectare, een behoorlijk groot gebied. De natuur is net in leven gekomen als het ware. Het is mooi weer, de lente begonnen. Iemand die daar veel verstand van heeft is Jan Brabers, boswachter hier. Meneer Brabers, hoe groot is de schade? Valt er al iets over te zeggen? Nou, wat exact de schade is kunnen we morgen zijn, zeker in de zin van oppervlakte. Maar wat de schade voor de natuur is, natuurlijk wel. Je hebt het hier over een jong bos met open plekken. En juist die open plekken zijn zo belangrijk voor een aantal soorten. Moet je denken aan vlinders, andere insecten, maar ook aan vogels, broedvogels die al hun nestje aan het maken waren. Dat is allemaal vernield. Ja, heel triest dus dat door deze brand helemaal naar de knoppen is gegaan. Ja, dat klopt. En daarnaast is er ook nog een stuk economische schade. Je moet je voorstellen, wij zijn al jaren bezig om zo'n productiebos om te vormen naar natuurlijk bos. En al die natuurlijke verjonging en juist die jongere bomen, waar die soorten net in zijn, dat is vernield. En dat duurt weer jaren voordat het goed is. Ja, nou, jaren gaat het nog duren voordat de natuur hersteld is. Het laatste nieuws dus, nogmaals, de brand is hieruit. Dankjewel, Fred Meeuwsen vanuit Drunen.